Daily Minutes nummer 1604 met een uitzending voor vandaag 24 april 2019. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag een korte aflevering van de serie over antennes. En ik had dit al geschreven voordat Koele Pascal mij aan de praat hielp. Dat over die korte aflevering. En ik denk dat vandaag het laatste deel is van de serie over repeaters. Dit is deel 7 van de serie over antennes. De nieuwe serie over antennes. Vorige Daily Minutes waren we gebleven bij de monopool. Een antenne met een aardvlak of een vorm van tegencapaciteit die op het uiteind wordt gevoed. En meestal een kwartgolf lang is of verlengd wordt naar een kwartgolf. De veelgebruikte maststralers, zoals bij omroepzenders op de Middelgolf, zijn ook een vorm van monopoolantenne, net als de inverted L en de parapluantenne. Ik volg nu even een dwarsstraat, want de parapluantenne is een interessante en goed werkende antenne. Hij is met name bedoeld voor Middelgolf en lager en er is best wat ruimte voor nodig. De antenne ziet er inderdaad uit als een paraplu. Je hebt de verticale mast die gewoon ook op de grond staat, op een aardvlak. Bovenaan is de mast voorzien van een soort paraplu met alleen de baleinen, dus geen stof. Die baleinen zijn van draad en worden meestal op hun plek gehouden door tuidraden met een isolator op het uiteind. De baleinen zijn onderling wel doorverbonden. De reden voor het gebruik van deze antenne is gewoonlijk dat de frequentie te laag is om een full-size antenne te gebruiken. De paraplu bovenaan is een manier om de antenne elektrisch te verlengen zonder noodzaak een volledige kwartgolf te plaatsen. Zoals ik geloof ik in deze serie al eerder heb vermeld, een spoel geeft vaak meer verlies in een antenne dan een capaciteit. Dat is sterker het geval als de spoel onderaan de antenne zit. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door verliezen in de spoel door de grote stroom op die plek, maar ook doordat de spoel op deze plaats het meest effectieve deel van de antenne korter maakt. Het bovenste stuk van de antenne kan met veel minder nadelen worden verkort. Gebeurt het met een spoel, dan zijn de verliezen minder dan wanneer de spoel onderin zit, maar met een topcapaciteit is dit nog effectiever, een beetje zoals bij de L-antenne die ik al beschreven had. Paraplu-antennes waren met name populair in de eerste jaren van de radiocommunicatie, toen er nog uitsluitend met morsen werd gecommuniceerd, vaak met vonkenzenders. De frequenties die gebruikt werden, die waren toen allemaal laag. Men dacht dat frequenties boven 200 meter, CQ 1500 kHz, onbruikbaar waren. Paraplu-antennes werden later onder andere gebruikt in het Omega-navigatiesysteem op 10 kHz en voor LORAN C op 100 kHz. Dit is deel 24 van die serie. Gisteren heb ik een boel over techniek van digitale spraak verteld. Modus als D-Star, DMR, C4FM, maar er zijn er nog meer die door zendamateurs gebruikt worden. Ik zal er maar eens een paar noemen. Tetra wordt in Nederland ook naar hartelust mee geëxperimenteerd. Dat is het systeem waarop C2000 gebaseerd is. En we hebben ook nog APCO P25, dat ik eerder ook al noemde. Het systeem van de hulpverleningsdiensten in de VS. Het DPMR is er ook nog. Porters daarvoor werken enorm goed en kosten in een uitvoering voor één band vaak niet meer dan 70 euro. Verder is er dan ook nog NXDN, dat door ICOM onder de naam IDAS wordt verkocht. En door Kenwood onder de titel NextEdge. Dit systeem lijkt heel veel op DPMR en in mindere mate ook op D-Star. In Europa wordt dit systeem niet veel gebruikt, maar een jaar of drie geleden werd de norm hiervoor open source en sindsdien wordt het in de VS en Canada op enige schaal gebruikt. Verder is er natuurlijk ook nog FreeDV, geheel door zendamateurs ontwikkeld en helemaal open source, maar nog niet helemaal klaar voor gebruik op VHF of UHF, zo lijkt het. Ja, ik ga verder waar ik gisteren was gebleven, min of meer. Nadat de Japanse amateur Satoshi met zijn printje was gekomen, kwam er een paar maanden later ook een dergelijk printje van Nederlandse makelij, die ongeveer hetzelfde werkte. Van het bedrijf Dutch Star van PA4IBR, die tegenwoordig weer als KA4IBR in de VS woont. Voor de verdere ontwikkelingen moet ik bij het D-Star systeem nog iets uitleggen over de techniek. Dit wijkt af overigens van de andere digitale spraaksystemen. D-Star is een systeem dat kort na de eeuwwisseling van 2000 in Japan is ontwikkeld door de JARL, de Japanse Amateurvereniging. Het is dus niet een standaard door een fabrikant ontwikkeld, zoals wel eens wordt gedacht. De ontwikkeling ervan is door het Japanse ministerie van Wetenschappen gesponsord met een bedrag van omgerekend 1 miljoen dollar. Je zou zeggen wat veel geld, maar Japan heeft bijzonder veel zendamateurs. Waarschijnlijk iets minder dan in de VS, maar met 700.000 amateurs is dat bedrag net iets meer dan een dollar per amateur. In Nederland zou dat omgerekend naar het aantal zendamateurs krap 20.000 euro zijn. D-Star was oorspronkelijk alleen voor de Japanse markt bedacht. De amateurcultuur is daar anders dan hier. Er wordt bijvoorbeeld veel meer gebruik gemaakt van 23 centimeter. En Echolink is er nauwelijks bekend. Maar Virus, de voorloper van Virus X, is er erg groot.
Het dienstdagsysteem was vanwege die verschillende amateurcultuur daar ook anders bedacht dan dat we dat hier zouden zien. In plaats van met gekoppelde repeaters te werken, moest je een amateur die je zocht direct oproepen door zijn of haar roepletters in het dienstdagapparaat te programmeren. Bij ontvangst van zo'n aanroep kun je bij een dienstdagapparaat de call van het aanroepende station met een knopdruk in het eigen dienstdagapparaat programmeren en zo ben je dan in verbinding met elkaar. Het was natuurlijk verder ook gewoon mogelijk om op je eigen lokale repeater op te roepen en je kon daarnaast op één verre repeater tegelijk ook een algemene oproep plaatsen. Er was zoals bekend is maar één marktpartij die D-Star oppakte, dat was ICOM. Ook was er in die begindagen al een apparaat van Kenwood voor D-Star, maar dat was een ICOM ID800 met een logo van Kenwood erop. Een apparaat dat in Europa overigens nooit te koop was van ICOM omdat er geen ROHS certificering voor was. ICOM dacht in het begin, zo is iedereen dat in Japan waarschijnlijk dacht, dat D-Star uitsluitend voor de Japanse markt iets was. Ergens rond 2004 of 2005, ik weet dat niet helemaal zeker, gingen een aantal aannemers, tevens zendamateur uit de zuidelijke staat in de VS Texas, voor een wat langere periode naar Japan om daar een bouwproject te begeleiden. Ze kwamen daar in aanraking met die merkwaardige digitale portofoons en mobiele apparaten die ze niet kenden, waar de Japanse amateurs toen al mee werkten. Dat was interessant. Dus zelf ook maar eens zoiets gekocht. Na afloop van het project werden de apparaten mee teruggenomen naar de VS en gaandeweg begonnen vervolgens steeds meer amateurs bij ICOM Amerika te vragen of zij misschien die apparaten voor D-Star konden leveren. Omdat de verzoeken aanhielden ging de Amerikaanse ICOM-importeur vervolgens overstag en zo begon er een periode waarin je eigenlijk wel van een regelrechte rage kon spreken. Van daaruit waaide het systeem vervolgens uit eerst naar enkele andere landen waar Duitsland er eentje van was en gaandeweg zo verder over de wereld. Het was niet zo gek dat het systeem zo aansprak. Enerzijds liepen de amateurs zeker 10 jaar, zo niet meer, achter op de professionals met een digitaal systeem voor spraak, maar bovenal waren er een aantal jaren achter elkaar eigenlijk nauwelijks spectaculaire ontwikkelingen geweest. De tijd was er rijp voor, zullen we maar zeggen. In de eerste dagen zaten ze in de VS nog wel met dat rare systeem waarbij je alleen maar door een call in te vullen iemand oververkon bereiken. Een systeem dat later callsign routing is gaan heten. Vervolgens was er een amateur, Robin Cacho, AA4RC, een programmeur van beroep, die min of meer op basis van het reflectorsysteem dat bij IRLP in gebruik was, een systeem bedacht om met D-Star ook gekoppelde repeaters te kunnen gebruiken door middel van reflectors. Hij bouwde de software voor dat systeem als het ware bovenop dat systeem van callsign routing. Via dat laatste systeem kon je immers al een verre repeater bereiken waar je een oproep op kon plegen. Het zo ontstaande koppelsysteem heet D+, tegenwoordig in Europa niet meer veel in gebruik, maar in de VS nog wel. Doordat het bovenop het oorspronkelijke callsign routing systeem zit en ook gebruik maakt van de besturing van dat eerdere systeem, bijten de beide systemen elkaar als je ze door elkaar heen gebruikt. Als je aan callsign routing wilt doen, dat kan bij het D-Star systeem overigens nog steeds, dan moet je er beslist aan denken om eerst de repeater waarover je wilt werken van alle andere repeaters en systemen los te koppelen, anders horen heel veel meer mensen jouw oproep dan je bedoelde. Er was in die tijd enige mate van afscherming. Japanse amateurs ontkenden bijvoorbeeld het bestaan van D+. In de door ICOM georganiseerde D-Star contest, tegenwoordig heet die anders, mocht je dat systeem bijvoorbeeld dus ook niet gebruiken. Aan de andere kant waren AA4RC en de mensen die de servers beheerden ook protectionistisch. Voor Japan was er natuurlijk al een infrastructuur en een server, voor de rest van de wereld niet. De Texanen eerder in dit verhaal namen die taak op zich. Dat protectionisme bestond er destijds uit dat je per se ICOM hardware moest gebruiken om je voor de servers aan te melden. En dus ook dat het streng verboden was om zelf met iets te experimenteren of zelf bouwspullen te gebruiken. De vrees die bestond namelijk dat dergelijke experimenten, als het veel gebeurde, het netwerk af en toe niet beschikbaar zouden maken. Zelfs zou ik zeggen, dat soort onbetrouwbaarheid hoort nou eenmaal bij de experimenten die we doen, maar zo werd er niet over gedacht. De printjes, zoals in de begintijd van Satoshi en van PA4-IBR, zouden je dus in de problemen kunnen brengen met de netwerkbeheerders. De narigheid voor hen was echter dat vanuit het netwerk niet te bepalen was of een bepaalde gebruiker een repeater of een hotspot was of een legitieme gebruiker. De eerste repeaters grepen namelijk direct in op die bovenste laag van de repeaterkoppelingen en niet op die van het callsign routing. Er waren legale apparaten die door de netwerkbeheerder zelf verkocht werden in de vorm van dongles en die repeaterprintjes waren zo opgebouwd dat ze zich in feite precies gedroegen als de door de beheerder zelf verkochte materialen. Als je overigens ooit in die tijd de naïviteit of de euvele moed had de netwerkbeheerders een vraag te stellen over zo'n niet toegestaande repeater, dan leverde je dat in de meeste gevallen een verwijdering uit het netwerk op. Je kon dan de repeaters alleen nog lokaal gebruiken en niet meer via het netwerk.
Inmiddels, we zijn een fix aantal jaren verder, is er heel erg veel veranderd. Er zijn alternatieve netwerken gekomen, meerdere. Er zijn ook reflectors gekomen die geen onderdeel zijn van een netwerk en die dus ook niet makkelijk van bovenaf centraal te besturen zijn. En dat constijnrouten, dat kan met de moderne zelfbouwrepeater dus ook al heel erg lang. Er zijn inmiddels ook diverse repeater-initiatieven die werken voor meerdere digitale modus. Het is tegenwoordig niet zo erg moeilijk meer en ook niet zo duur om een repeater te maken die je doet op zowel D-Star, DMR, C4FM als op APCO P25. En die tegelijkertijd ook nog op FM kan werken als je dat wilt. Tot zover de serie over repeatertechniek vandaag. Het grote nieuws van vandaag, namelijk de oprichting van een nieuwe amateurvereniging in ons land. Verbaasd? Ja, dat was ik ook. Vandaar dat de Daily Minutes meteen bovenop dit nieuws gesprongen is. De nieuwe vereniging wilde niet met ons praten, maar ze wilde wel wat ze noemen een zogenaamd promotioneel bericht in onze uitzending hebben. Het aantal luisteraars naar de Daily Minutes was kennelijk toch te interessant voor de nieuwe club om links te laten liggen. Nou, vooruit dan maar. Hier komt-ie. Ja, Wokka Wokka staat volop in de schijnwerpers. Wokka Wokka gaat op de maatschappelijke tour. Wokka Wokka begint een nieuwe amateurvereniging. Wokka Wokka heeft een aantal ideeën uit de recente politiek bij elkaar gepakt en een aantal mensen uit de reclamewereld als adviseur gevraagd. En het kan haast niet anders dan dat dit plan een groot succes wordt. Doelstelling van de nieuwe amateurvereniging is om iedereen te verenigen. Ja, het woord verenigen zegt dat natuurlijk ook al. De nieuwe vereniging krijgt meerdere speerpunten als doelstelling. De belangrijkste doelstelling is dat de repeaters moeten worden schoongeveegd. Weg met het uitschot van onze maatschappij dat onze mooie repeaters onveilig maakt, die met veel inzet en geld door de amateurs zelf tot stand zijn gebracht. De nieuwe amateurvereniging gaat met de politiek praten over oplossingen voor het probleem. Er moet maar een budget komen waar de acties tegen deze veestapel uit betaald worden. De nieuwe Wokka Wokka vereniging gaat zich verder inzetten voor meer mogelijkheden voor de gelicentieerde amateurs. Allereerst moet de vergunning terugkomen. De Nederlandse examens die zijn verder niet voor niets zo moeilijk. Daar mag best iets extra's tegenover staan. Wij willen, vooruitlopend op de afschaffing van de FM-band, dat met ingang van 2020 88 tot en met 98 megahertz in Nederland een amateurband wordt. Tevens willen we dat de amateurs in overleg met de auteursrechtenorganisaties op die frequenties muziek mogen uitzenden. Wokka Wokka heeft eerst overwogen om 98 tot 108 als frequentiegebied hiervoor te eisen, maar dat ligt veel te dicht bij de luchtvaartband. Laat ze dat maar houden. Ze gaan binnen een jaar of twee daarna toch allemaal naar DAB+. Dit is nog maar een deel van de plannen van de nieuwe Wokka Wokka amateurvereniging. Als laatste van dit korte overzicht wil de nieuwe Wokka Wokka amateurvereniging nog wel kwijt op welke doelgroep van amateurs wij ons vooral richten. Dat is volgens onderzoek dat we door Maurice de Hond werknemer André de Geit hebben laten uitvoeren, tevens de overgrote meerderheid van de amateurs. Dat zijn namelijk de amateurs die een grote hekel hebben aan de Veron, aan de VSSA of aan Dekars. En daarnaast de amateurs die een broertje dood hebben aan Agentschap Telecom. Wij horen in de aanloop naar de oprichting van onze vereniging dat er zeer veel amateurs een bloedhekel hebben aan al deze organisaties. Nou, daar gaat Wokka Wokka dus wat aan doen. Geen woorden, maar daden, zouden we willen zeggen. Kijk binnenkort op de bekende URL van de webwinkel van de wetenschappers van Wokka Wokka. Dan kun je binnenkort meer nieuws lezen over de oprichting van de nieuwe amateurvereniging. Stuur in aanloop van de oprichting alvast, als je wilt, je mening naar het mailadres van Wokka Wokka. Dat is wokkawokka@xsforall.nl. Zonder spaties, zonder streepjes, wokkawokka@xsforall.nl. Je kunt je overigens ook alvast als lid aanmelden. Uit het bovenstaande onderzoek van Maurice de Hond werknemer André de Geit blijkt zelfs dat de meerderheid van de zendamateurs ontevreden is. Dat zou betekenen dat de Wokka Wokka vereniging in één klap ook de grootste amateurvereniging zou zijn. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Abonneer je nu gratis op de podcast van de Daily Minutes. De website van de podcast is dmpodcast.net. DM is kort voor Daily Minutes, dus dmpodcast.net. Bij de feed van de podcast komen er nog een breukstreep en vier letters bij. Breukstreep F-E-E-D. dmpodcast.net /F-E-E-D. Subscribe now for this podcast, dmpodcast.net/feed, dmpodcast.net/feed, dm is Delta Mike. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.